Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pakken 5. Vandaag hebben wij een setup video. En ik laat dus mijn setup zien. Wat ik allemaal heb, wat ik allemaal gebruik en dat soort dingen. En weet je, we gaan niet te veel omheen lullen. We gaan gewoon eventjes bekijken wat ik zoal heb. Dus als eerst gaan we over naar de microfoon. Dit is de Rode NT-USB. Een best wel fijne muis. Microfoon. Die op zich nog wel redelijk veel van zijn omgeving wat oppakt. Maar al en al best wel keurig klinkt. En het is USB, dus je hoeft geen XLR dingetje en weet ik wat, al die zooi hoef je niet te kopen. Dus het is extra voordelig. Dan hebben we hier de muis, de Mountain Makalu 67. Je mag best wel dichterbij komen hoor, Mel. De focus is niet goed. Sorry, met als focus. Ja, maar dit is gewoon als in één video doen we dat, hè? Ja, dat moet als in één keer, want anders moet ik weer editen. Daar heb ik geen zin in. Dus... ja, prachtig. Wauw. Kijk eens hoe mooi. Want je kan dat dingetje even, dat focusknopje kan je ook indrukken en dan gaat hij focussen. Ja. Dat wist je al? Nee, hè? Nee, dat wist je niet. Goed. Dan hebben we hier het toetsenbord. Dit is de Corsair Strave. Ook al een pittig oud toetsenbordje. Ik heb al wat de tekst eraf gepield, maar allemaal best wel een fijne toetsenbord. En water overheen. En ik heb water overheen gegooid. Doet het nog steeds. De backspace doet wel een beetje vreemd, maar hij doet het. Dat is vooral belangrijk. MX Silent switches. Dus lekker stil. Dus daar hou ik van. Ik ben wel op zich weer toe aan een nieuw toetsenbordje die misschien een fijnere wrist rest heeft, maar dat is voor later. We hopen dat ooit een bedrijf mij weer wat sponsort, zeg maar. Dus, ja, en voor de rest hebben we natuurlijk de schermen. Dit is de Dell U2715H. Absoluut mooi, prachtig schermpje. 1440p, 60 Hz en voor eigenlijk photoshoppen, videobewerking en dat soort dingen is die qua kleuren hartstikke goed en hartstikke fijn. En ik dacht van 60 Hz vind ik toch wat min. Ik ga over op 144 Hz. En dit is dus de Acer Predator XB271HU volgens mij. Ik heb een link in de beschrijving nogmaals. Het staat erin. IPS paneel, 144 Hz, G-Sync. Het is gewoon buttery smooth en it's very lovely. En toevallig wat je hier ook ziet op de scherm. Ziet het op het scherm, Mel? Wat staat erop? Discord. Mel! Wist je dat we een Discord hadden? Ze wist het wel, maar ze zei het niet. We hebben een Discord, dus ik zou zeggen, als je gezellig even mee wilt praten met mensen, we hebben nog niet gigantisch veel mensen, maar ik wil even wat meer dat opbouwen, even gezellig met elkaar, lekker kunnen kletsen en gamen. Ik zou zeggen, kom er lekker bij, link in de beschrijving, kom vooral. Maar ja, dat is een prachtig scherm. Hierbovenop heb ik dus de BenQ Screenbar, deze heb ik dus gekregen van BenQ, hartstikke lief, waarmee je dus verlicht op je bureau hebt. Dat is een USB lampje, dus je hoeft dat in principe niet in stopcontact te doen. Alhoewel, kom eens even hier. Mel, kom eens. Ik heb het uiteindelijk toch maar in een blokje in de stopcontact gedaan. Ah, je steeg een microfoon aan, Mel. Ja, you broke it. Ja, je moet er een ja, maar goed. Ik heb alsnog een stopcontact in gedaan, want ik had geen USB-ruimte meer in de computer. En ik heb geen zin om dat ding in de voorzijde helemaal in te pluggen. Nou goed. En we hebben natuurlijk ook de bureaustand. Daar heb ik ook een video van gemaakt. Daar heb ik natuurlijk de scherm op hangen. Cable management hoort hierdoor beter te worden, zeg maar. Maar ik... ja, hoe zeg je dat? Ik ben vaak wel een beetje lui met dat soort dingen. Ik heb er nog niet zoveel zin in, al dat cable management. In het begin was het allemaal fanatiek. Oh, kijk hoe schoon mijn bureau nu is. Alleen uiteindelijk, als je het heel mooi allemaal wegstopt en weet ik veel wat, dan moet je uiteindelijk, als je het een keertje nodig hebt, moet je het ook weer allemaal eruit pluggen en doen. Veel te veel gedoe, ga ik er niet bezighouden, dus daarom... Nu hangt het wel mooi erboven. Nu heb ik ruimte om hier wat dingen neer te zooien. Dat ik mijn bureau weer één grote bende van kan maken. Vind ik hartstikke fijn. Van de rest hebben we de webcam. Logitech C920. Gewoon een normale 1080p webcampje. Die op zich best wel gewoon fijn werkt. Oh, Mel heeft problemen met de focus. Ja, de camera is niet altijd op en top. Nou, wauw, is dat niet mooi. Ja, ik moet live commentary even wat bij hebben, want het moet natuurlijk wel gaande gaan. Ja, mijn camera wil niet vast. Vervolgens zit de webcam, focus je al? Ja. Oké. Okay. Zit de webcam op een statief en het statief is van Elgato, is de Elgato Multimount met een, nog zo'n armpje erop. Ik heb geen flauw idee hoe dit met heet. Je kan hem ook gewoon op je computer zetten. In principe kan je gewoon deze webcam ook gewoon op je computer zetten, alleen deze kan niet draaien. Dus deze heb ik net een slagje extra kunnen draaien wat ik nodig heb.
op het scherm. Nee, maar oorspronkelijk had je dat ding ook gekocht voor je camera. In principe had ik het gekocht voor de camera waar nu mee ik gefilmd word. Alleen het is zoveel gedoe om dat elke keer weer in te stellen. Autofocus, dan zit het wel niet goed. En sowieso de focus op dat ding, zoals je al ziet in deze video, is al een beetje drama. Dus ooit op een dag zal ik een nieuwe halen. Nu nog niet, want het is heel veel geld een camera die goed focust. Maar ja, dat. Verder rest heb ik hier ook nog een soundcard, headphone, deck, soundcard ding, iets geval. Dat net eventjes de geluidskwaliteit van mijn koptelefoon, wat dus hierachter zit. Wow, zoveel dingen tegelijkertijd. Melanie kan bijna niet meer bijhouden. Dat is dus de DT99 Pro, 250 ohm. Dus dat maakt het net even wat lekkerder, warmer, fijner van, qua geluid. Dus hartstikke fantastisch. Het is de Vio K3 trouwens. En dan gaan we over, wat hebben we nog meer? Ja, ik heb ook nog hier een headphone stand trouwens, maar dat is dan van die Satechi video. Dat is op zich prima. Voor de rest heb ik nog speakers hierachter. De Logitech Z533. Hoe ik al deze dingen allemaal weet uit mijn hoofd, weet ik niet. Misschien heb ik het ook al verkeerd. Fijne speakertjes. Ik gebruik hem alleen niet zo heel veel eigenlijk. Ooit eens een keertje zou je dat... Nou, eigenlijk nooit. We zouden het eigenlijk doen voor, zeg maar, zodat we samen horror game konden spelen. Zodat we beide wat konden horen. Alleen er zijn niet echt veel goede horror games. Dus als je wat weet trouwens qua horror games, laat het even weten. In de comments. In de comments, inderdaad. En dan gaan we over naar... Ja, ik heb deze ook nog. Ik wou het nog even promoten. De Razer Glasses. Binnenkort komt hier een review over. En ik ga hem waarschijnlijk weggeven aan een van jullie. Dus als jullie denken, ik vind het interessant. Laat even vooral een comment hieronder even weten of je interesse hiervoor zou kunnen hebben. Zo niet, als iedereen zoiets heeft van, ik hoef het toch niet. Dan doe ik er ook geen moeite voor. Maar als je denkt, van, het lijkt me wel tof. Kommetje. Dan gaan we over naar de beste vol. En dat is de computer. Oké, dus dit is de kast van Antec. Nou, dit is niet het logo van hun hoor. Dat is een badge van de moederboord. Antec staat hier trouwens, als je hier beneden kijkt. Antec. Dus de Antec NX800 kast. Het is best wel een prachtig mooie kast. Waarmee je allemaal lichten en alles kan aanpassen. Ik vind het hartstikke topkast. Goede airflow en al dat soort verratjes. En de binnenin. Ik pak even de camera voor je over. Wow. Ja, dat is mijn PC. Dus als eerst hebben we daar, hebben we dus de GeForce RTX 3080, dus een Asus, een TUF model is dit. Niet overclocked trouwens, ja de standaard overclocked zeg maar, die versie heb je dan. Dat dus, en ik heb 16GB G-Scale Trident CRAM, 3600 MHz, oh nee 32GB trouwens is dit, niet 16 meer. Ik heb nu 32 tegenwoordig, ik vergeet het altijd weer. Met een Silverstone Ice Gem waterkoeler. Dat is een 280 mm koeler zit hierop. Dat is hartstikke fantastisch. Vervolgens zit een processor. Ja, dat is ook niet al te onbelangrijk. Is een Ryzen 9 5900X. Niet overklokt of wat dan ook. Dat doe ik allemaal niet aan. Ik hou het gewoon lekker wat het is. Want volgens mij zijn de verschillen qua overklokken en niet overklokken niet zo heel veel verschillend. Dus dat... Ben ik niet meer mooi in focus? Ja. Oké. En dat is dus de computer. En mijn setup. Dit is het. Cable management. Uiteraard, je ziet de kabel hieronder wel. I don't give a damn. Het werkt zoals het werkt. En dat is wat voor mij aan het doet. En ja, dat is het allemaal. En ik heb nog trouwens dit ding ook, die USB-hub hierop, die ik niet zo vaak gebruik omdat... Als je te veel USB'tjes in doet, uiteindelijk gaat hij dan zeggen van oh USB power surge, dan neemt het te veel stroom ervan. Dus ja, dat. Ja, dat was het eigenlijk ook wel. Dit is dus de setup. Nou ja, ik heb trouwens ook nog een stoel, AK Racing, dat dus. En ja, dit is mijn setup. Laat een comment achter natuurlijk hier beneden wat je ervan vindt. Of als je zegt van als jij mij gigantisch wil afkraken, doe dat vooral. Vind ik altijd geinig. Wel een beetje beleefd afkraken, hè. En als je natuurlijk de video leuk vindt, duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk voor meer. En reviews binnenkort allemaal. En Discord, join vooral. We hebben meer mensen nodig, kom op. Nee, livestream. En we moeten ook sowieso meer livestreamen. Ja, maar we, maar we zijn heel druk. Doe ik even in de beschrijving. Ja, livestreams doen we ook. Link in de beschrijving. Krijg je altijd wel trouwens een pop-up als je in deze stream zit. Krijg je altijd wel een pop-up.
van, oh, we zijn live. Dus dat krijg je dan ook erbij. Als je dat niet wil, natuurlijk kun je het gewoon een channel muten. Dat is altijd goed. Ja, hey. Tot de volgende keer weer. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat en tot de volgende keer.